Het dispuut rond de benoeming van het nieuwe grootopperhoofd Gamang der Saramakaners is nog steeds gaande. Albert Aboikoni, Frans Banai en Nasi Amina beweren allen dat zij de rechtmatige opvolgers zijn van de in 2014 ingeslapen Gamang Bel van Aboikoni. De groepen Banai en Amina hadden zich kort geleden verenigd. Echter heeft de groep Amina zich de vorige week uit ontevredenheid teruggetrokken en is niet verschenen op de Liba Krutu die gisteren is gehouden op Pokigrom. Ondanks de afwezigheid van de groep is de Krutu normaal doorgegaan. Deze vergadering is georganiseerd door de groep Banai, ondersteund door de 12 Lo. Tijdens de Krutu, die heel druk bezocht was, is besloten dat Frans Banai voorgedragen zal worden om de Saramakaanse stam te leiden. Ins Emmanuel, hoofdkapitein van Matawai, die ook aanwezig was, is tevreden over het verloop van de vergadering. Hij kijkt uit naar een snelle oplossing van deze slepende kwestie. De Asorja, taka 12 lo, duidelijk, Charali Bako bijeen. En nou belangrijk zijn, omdat dit aan de eerste lezing, want we hebben de lezing, de begu uitnodigen op de Konjabba. Voor ontrouwen voor de spreekgrama. En precies zo de Aladdin Libabe commit. En hij werkt aan een bakkenverkadering aan Kuru Tudisi, die behoort, dat hij gaat doen ontrouwen voor de grama. En nu, aan 12 lo, vinden we van nu de bakken, voor kar bakken, voor contact bakken, voor aksa liba sa liba wani. En die doos donja, u arki en u jere tak aliba beslis, aan 12 lo beslis. Dat de abuwa kandidaat en een kandidaat dat de stel voor die regering, die land voor land te accepteren. Wilek Matawai una next voor taki. We na zo ondersteuning, sa volk sa liba en sol unu en dat we gaan ondersteunen. Man bevende een boom, maar ook to no one to robi, alles maar bij de nageleken het bekachare denken naar een idee. En we hoop taki u kan go nou in een eindfase. Van heer grama grama sani, met qua ruska qua buskonere, met qua woloko samen, dan alle de grama. Hinze Manuel, hoofdkapitein van Matawai. Onze nieuwsdienst sprak hem gisteren na de Liba Krutu op Pokigrong. Frans Banai zal aan de regering voorgedragen worden om de nieuwe Gamang der Saramakaners te worden. Het is nog onduidelijk wat de twee overige kandidaten zullen doen na dit besluit.